Hey, ik ben Bram. Ja, dat wisten ze denk ik al. Ja, dat wist je waarschijnlijk al. Anders had je niet deze video nu te kijken op de website van Petje Af of Patreon. Op mijn eigen website of misschien... Op YouTube? Gewoon op YouTube kan natuurlijk ook. In ieder geval leuk dat je geïnteresseerd bent in Team Kijk Maar Even. Of misschien zelfs lid wil worden van Team Kijk Maar Even. In deze video ga ik je kort proberen uit te leggen wat Team Kijk Maar Even is. Wat het kost en hoe het werkt. Waarom ik er zo blij mee ben als je lid wil worden. En waarom je lid zou willen worden? Ja, dat soort dingen. Team Kijk Maar Even is eigenlijk de verzamelnaam voor alle mensen die mij steunen met een maandelijks bedrag. Of dat nou is via Petje Af of Patreon. Of dat je via mijn eigen site bent binnengekomen. Dat maakt niet uit. Iedereen hoort bij Team Kijk Maar Even. En waarom zou jij nou lid willen worden van Team Kijk Maar Even? Goeie vraag. Ja, een hele goede vraag. Natuurlijk krijg je daar dingen voor terug. Maar ik denk de belangrijkste reden is dat de meeste mensen lid zijn geworden. Omdat ze mijn video's leuk vinden. Omdat ze genieten van dingen die ik maak. En dat ze mij gewoon willen steunen. Zodat ik dat kan blijven doen. Ik heb hier bijvoorbeeld een berichtje van iemand die schrijft. Ik ben lid geworden van Team Kijk Maar Even. Omdat ik het belangrijk vind dat jij video's kan blijven maken over onderwerpen zoals homoseksualiteit. En wat daarbij denk ik meespeelt is het feit dat YouTube vaak de advertenties uitzet. Bij alle video's over volwassen onderwerpen zoals homoseksualiteit of eigenlijk alles met seks. En op die manier ben ik dus veel minder afhankelijk van de advertentieinkomsten van YouTube. En een ander groot voordeel van Team Kijk Maar Even voor zowel jou als kijker als mij als maker is dat ik heel selectief kan zijn in welke betaalde samenwerking ik wel en niet aanneem. Dus ik doe echt alleen maar dingen van ik denk dit past bij mij, hier hebben mijn kijkers ook nog wat aan. Maar je ziet in mijn video's dus nooit stomme, rare samenwerkingen die nergens op slaan. Dankzij de bijdrage van Team Kijk Maar Even. En je krijgt natuurlijk als lid van Team Kijk Maar Even iets terug voor je bijdrage. En dat hangt af van welk pakket je kiest. Er zijn er 3. Je krijgt altijd bonusmateriaal. Dus dat zijn extra video's, bloopers, scènes die de echte video niet hebben gehaald. Of soms een speciale extra video voor Team Kijk Maar Even. Daarnaast maak ik ongeveer 2 keer per maand een podcast speciaal voor Team Kijk Maar Even. Het gaat gewoon over mijn leven. Jullie kunnen mij vragen stellen die ik dan beantwoord. Allerlei dingen die ik meemaak maar die je niet ziet in de video's hoor je wel terug in de podcast. En ik verstuur bijna iedere week een nieuwsbrief naar alle leden van Team Kijk Maar Even. Met linkjes naar het bonusmateriaal. Met nieuws over mijn leven, over YouTube. Leuke feitjes, leuke linkjes, leuke filmpjes. Echt een hele gezellige nieuwsbrief. Al zeg je het zelf. Al zeg ik het zelf. En iets wat ik zelf heel leuk vind is fysieke post. Dus als je lid wordt in level Rainbow, krijg je deze sticker van mij opgestuurd met een briefje erbij. En is er na de levels Gold en Rainbow ook nog het allerhoogste level, Unicorn. Als je echt niet meer weet wat je met je geld moet. Nou, ik ben super blij met die mensen, want die krijgen dan ook nog af en toe iets leuks van mij opgestuurd. Zoals een tijdje geleden de enige echte, kijk maar even, zonnebril. Heel stoer. Dus dat zijn allemaal dingen waar jij als lid van Team Kijk Maar Even hopelijk heel blij van zou kunnen worden. Maar waarom word ik er nou zo blij van als jij lid wordt? En wat doe je eigenlijk met al dat geld? Ja, dat is ook een goede vraag. Dank je. Graag gedaan. Alle donaties die binnenkomen via Petje Af of Patreon stort ik op een aparte rekening. En dat geld gebruik ik alleen maar om mijn video's leuker, mooier, interessanter en beter te maken. En soms koop ik er dan een nieuwe camera van, of een mooie lens, of een lekker roze lampje. Ik betaal bijvoorbeeld de muziek die in mijn vlogs hoort met dat geld. Of als ik producten ga testen in de video, haal ik die ook met dat geld. Ik vind het heel leuk dat er dus een hele directe link is tussen jouw bijdrage als lid van Team Kijk Maar Even en de kwaliteit van mijn video's. Maar misschien wel het belangrijkste dat ik heb, dankzij Team Kijk Maar Even, is meer tijd. Ik hoef nooit meer saaie freelance klussen aan te nemen die heel veel tijd kosten, maar die eigenlijk helemaal niet zo leuk zijn. En ik kan al die tijd gewoon steken in mijn YouTube kanaal, in mijn video's. En een heel concreet voorbeeld daarvan is natuurlijk dat ik sinds november 2020 niet 1, maar 2 video's per week ben gaan maken. Gewoon omdat ik de tijd heb. En een ander heel leuk bijeffect is eigenlijk dat er een soort community is ontstaan, een groep hele trouwe kijkers die ik super dankbaar ben omdat ze blijkbaar wat ik maak leuk genoeg vinden om er iets voor te betalen, terwijl ze het meeste ervan eigenlijk ook gratis kunnen kijken. Dat is echt een heel bijzonder gevoel. Dan nog even een paar korte praktische vragen die ik vaak krijg. Hoe kan ik betalen? Nou, het kan via iDeal als je bij Petje Af zit, of creditcard of PayPal, wat je maar wil. En dat kan iedere maand als je dat prettig vindt, of je betaalt in 1 keer een jaar vooruit. Dat is voor mij heel fijn, want dat scheelt weer transactiekosten. Jij hoeft er dan nooit meer aan te denken. En je krijgt een maand korting, dus je krijgt eigenlijk een maand gratis. En hoe kom je er weer vanaf? Ook een goede vraag. Je kan altijd je lidmaatschap opzeggen wanneer je maar wil. Dat kan heel makkelijk via Patreon of Petje Af. Druk op een knopje en dan ben je er vanaf. En dan word ik ook niet boos op je of zo. Het is helemaal prima als je dat wil doen. Als je een berichtje wil sturen waarom je hebt opgezegd, waardeer ik dat zeker. En de laatste vraag die ik ook best wel vaak krijg is, kan ik ook eenmalig doneren? Dat kan zeker via Petje Af. Er staat een grote knop met eenmalige donatie.
En dan kun je gewoon zelf een bedrag kiezen. Zit je nergens aan vast. En daar ben ik ook super dankbaar voor. Oh, nog één bonusvraag die ik wel eens krijg. Sommige mensen vragen wel eens, zijn er ook vieze plaatjes te vinden? Nee, het is niet de soort OnlyFans. Niet? Oh, heel erg jammer. Dat was mijn spreekbeurt over Team Kijk Maar Even. Nog belangrijk om te zeggen, als je geen geld of geen zin hebt om lid te worden van Team Kijk Maar Even, ook helemaal prima. Ik ben ook gewoon super blij als je naar mijn video's kijkt en die blijven altijd gratis op YouTube. Als je lid wil worden of je wil deze informatie nog even nalezen of je bent op zoek naar het bonusmateriaal, ga dan naar mijn website kijkmaareven.com. Kijk maar even. Misschien moet je ook even wat geld apart zetten om naar de kapper te gaan. Ja, dat is misschien wel een goed idee. Dank je. Oei, oei, oei.